Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. Een van de meest voorkomende beelden die ik op Facebook zie, foto's van vondsten die geraakt zijn met de schep. En dat heeft met pinpointen te maken. De meeste mensen die pinpointen doen dat met de pinpointfunctie op hun metaaldetector. En er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen, want die kennen hun machine. Die kennen hun detector en die weten het, zeggen ze. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook doe, want ik maak altijd een kruisje en ik maak het een beetje korter, de slag een beetje korter en dan weet ik dat aardig te vinden. Maar ik betrap mezelf erop dat ook bij mij, als ik een gaatje gegraven heb, de vondsel eens in de zijkant van mijn gat zit en niet in mijn kluitje. En hoe komt dat? Er wordt heel veel gesproken over reactiesnelheid. De metaaldetectors van tegenwoordig zijn supersnel. En het is zo, dat klopt. Maar hoe snel zijn ze en wat mis je nog? Dus de reactiesnelheid kan nog zo snel zijn, maar als jij zwaait, hoe komt die dan bij jou door? En daar bedoel ik mee, de vondst ligt onder de schotel vangt hem op, die zendt hem door naar de kastje, die zet hem om in geluid en dat geluid komt uit je kastje of uit je koptelefoon. Hoeveel vertraging zit daartussen? 0,000 nog iets, 0,000 nog iets, ik weet het niet. Tijd om dat te gaan bekijken. En ik heb een setting klaargezet, dus daar gaan we straks naartoe. En dan heb ik verschillende metaaldetectors neergezet. En wat ik ga doen, is ik ga op exact dezelfde manier zwaaien over exact hetzelfde muntje. En dan ga ik het vertraagd laten zien. En door het vertraagd te laten zien, zien jullie wat er gebeurt met je schotel en met het geluid. En daarmee kom je misschien beter tot een inzicht waarom pinpointen zo belangrijk is. Omdat je gewoon vertraging hebt. En natuurlijk zeggen alle kenners, ik ken mijn metaaldetector, ik heb dat niet. Maar er is maar één manier en dat is meten is weten. En dan kom je erachter, dat beloof ik je nu al, ik heb het zelf nog niet eens gedaan, maar ik weet nu al dat je erachter komt dat simpelweg zonder te pinpointen je gewoon naast je vondst komt te zitten. En dat is gewoon zo. Probeer deze video te zien als leer, als reset van hey, misschien is het handig dat ik toch meer tijd in het pinpointen zet. Dat ik toch meer tijd erin besteed om nog zorgvuldiger te graven. Want als je een duit in tweeën hakt met je schep, dat is nog niet zo erg. Maar wat nou als je die ene bijzondere zilveren munt hebt? Of wat nou als je met je schep midden bovenop die ene gouden munt zit die je maar één keer in je leven vindt? Toch wel belangrijk om het juist te doen. We gaan naar de setting. Ik heb wat neergezet. Kom. Goed, ik heb als eerste een referentiekader gemaakt. Het is een schuimkussen, dus dat is lekker neutraal. Daar zit niks in, dus daar komt ook geen vals signaal vanaf. Dan heb ik een rondje gemaakt en dat rondje dat is even mijn zwaai. Zodat ik met elke metaaldetector exact hetzelfde zwaai. Dan heb ik in het midden van het halve cirkeltje een muntje. Dat is 10 cent. Doet er op zich niet zo heel veel toe, maar 10 cent is wel een redelijk vast gegeven. En ik heb elke centimeter een streepje gezet. Niet zo heel ver, want zoveel verwacht ik nou ook weer niet. Dan heb ik verschillende metaaldetectors. Een beginnersmetaaldetector, de X10. Een middenklasser, of eigenlijk drie middenklassers, de Q60... de Apex en de Simplex en een pro metaaldetector, de XP-Deus 2. Wat ik ga doen is ik ga er overheen zwaaien en dan zal je zien dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. Hij geeft een toon exact bij de munt. Maar dan ga ik het vertraagd afdraaien en dan zal je zien dat het geluid anders komt als dat wij denken. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar ik ga het laten zien. Goed, ik ga nu met de X10 Pro beginnen. Dat is een beginnersmetaaldetector, een startersmetaaldetector. En ik ga het lijntje volgen en ik ga proberen met elke metaaldetector dezelfde snelheid te houden.
Q60. Garrett Ace Apex. Nocta Macro Simplex. XP Deus 2. Deze, hoe kan je dit nou oplossen? Dat is door simpelweg of de pinpointer te gebruiken op je metaaldetector. Dan zit hij midden op je schotel. En je kan ervoor zorgen dat je met je metaaldetector steeds kortere slagen maakt en steeds langzamer gaat zwaaien. Geldt dat korte zwaaien voor alle metaaldetectors? Ja, in principe wel. Ik heb hier de X10 Pro in mijn handen en ik ga hetzelfde trucje doen. Steeds korter zwaaien. Best verrassend, hè, zo'n uitslag. Het was eigenlijk gewoon even een tussendoor testje wat ik eigenlijk zelf deed en toch met jullie wilde delen. Ja, wat jullie ermee moeten doen, moeten jullie zelf weten. Trek je leer eruit of doe er niks mee. Dit is de 499ste video. En dat betekent dat de volgende video de 500ste is. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.